Waar ook moet ik in die stoel eentje? Gaan we dat doen? Zet hier naar binnen naar de arsenal. Hond rookt nog een joint en ik kom. Hey, goeiedag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cult Crash. We zijn hier met Hearing Dogs for Deaf People. Hoi. Hey. Hoi. Hey. Dit is de laatste aflevering van Cult Crash, serie van 5. We hebben een gast gehad met postkaart op zijn hoofd. We hebben een, dat mag ik niet zeggen, gehad. We hebben 5 chicks gehad en Sparky. En nu hebben we dus een paar negers. En ze zijn nog fucking rijk ook. Hoe vinden het nou al die blanken hier in de buurt? Ik vind al die blanken in de buurt dat jullie hier wonen en teringen maken. Die rijke blanken. Nou ja, we zijn zelf ook deels blanken, dus dan kan dat gewoon. Oh ja, en ook al is je buurman een agent? Nou ja, aan het tegenover doen ze iets anders wat ik niet kan zeggen, wat hij wel tolereert. Dus hij moet zijn bek houden. Wat doen ze hier tegenover dan? Ja, lijntjes leven. Oké, ja, dat doen wij niet. En hoe ben jij met deze gast in de band beland dan? Ik skate eerst met Xavier, de drummer. En ik wou heel graag aan het jammen. En ik was zelf ook fan van de band. En uiteindelijk ging ik naar de rugbunker hier beneden. Die je dadelijk in het muziekfragment gaat zien. En toen kwam deze gozer, Camille, kwam naar beneden. En toen gingen we jammen. En toen was Camille van, nou, hij kan best wel goed spelen en heeft een goede vibe. Nou, je zit erin. En dat is je broer, heb ik begrepen. Ja, zeker. Waarom heb je die tand bij hem eruit geslagen dan?
Dat is een grappig verhaal, dat heb ik wel letterlijk gedaan eigenlijk. Deze voor de helft. Nou, ik heb niet die tand, maar wel een andere tand. Maar dat was toen we nog jong waren. Oh, sorry, zijn ballen echt gewoon in zijn maag geslagen. Ja, soms is het gewoon vervelend, zo heb je met drummers, hè? Ja. Ik ken ze, ja. Als jij trouwens iets zegt, het werkt alleen als een microfoon voor je smoel is. Dan heb ik een microfoon voor een smoel. Ja, oké, okay. Nee, maar wat die zei inderdaad. Een van mijn ballen is eens een keer tussen mijn lies gegaan. En toen moest ik geopereerd worden aan mijn zak. Toen ik 12 was. Fun hearing dogs fact. Ja, fun fact. mensen thuis, als jullie dat zien, alsjeblieft kom helpen. Als jullie dachten dat de Gallagher broertjes zo hardcore waren, dan hebben jullie ons nog niet gezien. En oké, wie ben jij dan? Wat doe jij in de band? Ik ben Thomas, ik speelde inderdaad bas. En ik ben eigenlijk bijgekomen toen ze ruzie kregen met de andere bassist of de zanger. En toen ging dat uit elkaar. En ik zocht nog een band, dus toen kwam ik in contact met de moeder. Die gooide me hier naartoe en toen zat ik erbij. Oh ja, ja, jouw moeder, daar wil ik het ook even over hebben. Want toen ik dus met je band in contact wou komen, toen kreeg ik je moeder aan de lijn. Is zij jullie manager of zo? Wat betekent jullie moeder voor deze band? Nou ja, zij... Ze is zangeres en ze heeft ook eens ook een leuk feitje. Ze heeft de Samuk Show gewonnen. Dat was de eerste voice-achtig iets in Nederland. Nee, echt? Ja. Was zij dat? Ja. Wow, ik herinner me dat, man. Toen ik hoe lang geleden was dat? Toen was jij nog niet geboren. Nee, is 85 of zo. Toen was ze 19 of zoiets. Ja, ze helpt ons om door deze wereld heen te komen, de muziekwereld, de industrie. Dus ze is een goede mentor. Right. Ja, ik weet nog, heel mijn familie was zo trots dat zij het had gewonnen. Zo. Ik moest het eindeloos aanhoren, dat lied. Mama, I love you, man. Oké. En dus ik heb begrepen dat jullie nu een plaat hebben opgenomen. Of een nummer. Wat een plaat, een nummer. Wat precies? Ja, we hebben in 2019 een plaat gereleased. Ja. Killer Willy. Daar hebben we ook LP's van. En nu zijn we met het tweede album bezig. En we hebben nu de laatste twee singles uitgebracht. Videoclips. En dat is allemaal bij Duct Tape opgenomen. Bij Duct Tape, de ja. Legend Darry Meek. En was hij op tijd toen jullie kwamen opnemen? Ja, ik ben. Ja, hij is al 8 jaar lang de mascotte. En wie is. Die bandnaam, ik vat het niet. Wat is dat? gaat hij dan de muziek vertalen voor dove mensen? De gebarentaal of zo? Nou ja. Eigenlijk omdat moderne muziek vinden we eigenlijk niks. Dus zijn wij een beetje terug naar de 90s. Dus de rollende honden voor de dove mensen die naar muziek van tegen. Wat je fucking te standje? Heb je een video in? Wat je fucking te standje? Ik heb een video. Pas ook niet zo. Oké. Hij stond er aan, hè, met zijn kerk. Hij heeft de relatie met de dove. Platonisch, puur platonisch. We'll be right back.
Oh ja, hier kan je een leuk interview doen. Ja, precies. Hij gaat weg! Ik kan wel. Ik heb hem. Kom eens, rustig. Oef!